De vraag is niet wie er aangenomen moet worden, maar wie er moet worden ontslagen. Dan wil ik Rijn Wolfs graag naar voren vragen, directeur van het Stedelijk Museum. En Charles Landvreugd, hoofdonderzoek en curatorial practice. En hoe was het voor jullie dat het het grote thema werd van de film? Gisteren had ik een interview bij Het Oog op Morgen. En toen kwam op een gegeven moment ging het over kleur en kwaliteit. En toen werd het voor mij, kwam ik er eigenlijk op wat ik zie dat de laatste tijd nogal gebeurt, is dat de mensen het gevoel hebben, je kunt of op kleur of op kwaliteit gaan selecteren. En het idee dat je kwalitatief, dat je op kwaliteit en kleur kunt selecteren, dat lijkt wel niet meer in ons systeem te zitten. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we daar ook altijd mee bezig zijn. Maar hoe kan dat, dat het zo moeilijk is voor mensen om te bedenken dat dat kleur en kwaliteit samen kan gaan? Nou, dat treft, want daar ging mijn PhD over. Mooi. Het is gewoon historisch zo gegroeid dat werk uit bepaalde culturen hoger gewaardeerd wordt dan werk uit andere culturen. Dus als je kijkt naar het systeem, dan staat uiteraard Europeesheid staat bovenop. Dan hebben we een hele lange relatie met onder andere China en Japan. Waarbij we de Japanners nooit hebben kunnen, zeg maar, veroveren. En dat we er al heel vroeg bewust van waren dat hun cultuur wellicht superieur was aan het onze. Dus Japanners zitten meteen onder Europeanen. Dan heb je de Chinezen. En zeg maar, de Afrikanen zitten helemaal onderin, want die hadden geen cultuur. Nou, dat is nu eenmaal een soort van archief waar we met z'n allen uit putten. En dat is zo diep zit dat in onze cultuur, dat het idee dat iemand die met een Afrikaanse afkomst dus ook, zeg maar, hoge kunst zou kunnen maken, of kunst met een grote K, dat krijg je gewoon niet gerijmd. Dus maar goed, dat is historisch zo bepaald. Dat is een historische denkwijze. Dat zit er zo diep in. Ja, dat zit er heel diep in. Dat is niet zo heel makkelijk weg te krijgen. Ja, en Rijn Wolfs, op een gegeven moment zeg je dat je heel lang heel veel witte, vooral eigenlijk witte kunstenaars hebt tentoongesteld. Wanneer veranderde dat? Nou, het is een beetje veranderd een jaar of 15 geleden, denk ik. Ik was deel van het systeem. Ik ben nog steeds deel van het systeem. Maar het systeem is ook op aan het schuiven en is opgeschoven. En wat dat betreft groei je ook mee. En je probeert, je krijgt steeds meer mogelijkheden om ook iets te doen binnen dat systeem. De eerste keer dat ik voor mezelf gebroken heb, de eerste kunstenaar van kleur die ik heb laten zien, dat is interessant genoeg Steve McQueen geweest. En dan hebben we het over midden van de jaren 90 of 96, 97 daaromtrent. En op een gegeven moment ben ik vanuit Zwitserland, waar ik toen werkzaam was, ben ik naar Boijmans gekomen, 2001. En ik was 10 jaar weg geweest uit Nederland. En ik had in Zwitserland voortdurend 10 jaar lang gepreekt dat het in Nederland allemaal zo goed was. En dat het zo tolerant was en zo open was en zo internationaal was. En dat we allemaal met elkaar bezig waren om een goede wereld te bouwen. En ik kwam terug in Nederland eind 2001 en alles was anders. En ik draaide de televisie aan, Pim Fortuyn was op de televisie. En het systeem was aan het veranderen. En we waren getuigen van het multiculturele drama, zoals dat toen genoemd werd door Paul Scheffer. En we waren ook getuigen van de opkomst van het populisme. En op dat moment, even daarna, werd ik gevraagd om het Nederlands paviljoen in Venetië te cureren. Het Nederlands paviljoen tijdens de biennale. En toen heb ik gekozen voor een thema wat juist dat probeerde te tackelen. En voor 5 kunstenaars die zich ook daarmee bezighielden. En sindsdien ben je diverser aan het Sindsdien ben ik zo nu en dan diverser aan het denken. Maar dat is toch een heel lang proces uiteindelijk. En ik wil eventjes daar wat spannende momenten uit de film. Aan het begin zegt Turiya Meliani, in New York binden ze er financiële consequenties aan, zodat een organisatie haar diversiteitsdoelstellingen niet behaalt. Dat zouden wij ook kunnen doen, zegt ze dan. Zou je dat een goed idee vinden, Charles, als daar financiële consequenties aan worden verbonden?
Wat ik daarover kan zeggen is dat er veel organisaties zijn die de zogenaamde diversiteits-inclusie kwestie met de mond beleiden. En dat wil zeggen dat er dus eigenlijk wel, wat ook Vincent van Velsen zei in de brief, of tenminste wat er in die brief gezegd werd, cosmetische veranderingen worden aangebracht. Maar dat wil nog niet zeggen dat men het systeem daadwerkelijk wil veranderen, of het systeem gelijkwaardiger wil maken, of het systeem toegankelijker wil maken voor iedereen. Dat is lastig, vaak. Ik heb het geluk dat ik een directeur heb die wel echt daaraan aan het systeem aan het werken is. Dus om te zeggen of er financiële consequenties aan verbonden moeten worden, waar ik werk voorlopig nog even niet. Maar ik kan me voorstellen dat op andere plekken, als je een echte systeemverandering wil hebben, dat financiële consequenties wellicht een incentive zouden kunnen zijn. Gebeurt dat niet eigenlijk al een beetje? Bij het vorige kunstenplan werd er toch best wel gekeken naar diversiteit en inclusie en wat de plannen daarvoor waren. Maar er zijn geen consequenties aan. Dus als je aanvragen doet, bijvoorbeeld bij het AFK of een van deze plekken in de stad, dan word je wel gevraagd om erover na te denken en eens te kijken op welke manier je op verschillende punten, dat zijn de 4 P's, na kunt denken over op welke wijze je een verbreding plaats kunt laten vinden. Zover ik weet, althans, op dit moment zijn daar niet directe gevolgen van, maar er wordt vooraf getoetst. En dat is dus wat je ziet op het moment dat er vooraf getoetst wordt, dan krijg je veel woorden. Veel mooie woorden die dan uiteindelijk niet altijd waarheid worden. Ja, ik was laatst in oktober bij Black Achievement Month, het gala, award gala in De La Mar was het geloof. Ja, De La Mar. En daar was Turia Meliani ook. En die zei het eigenlijk tegen de zaal. En wat eigenlijk voornamelijk zwarte mensen waren. Veel uit de culturele sector. De grote instituten die zijn veel te langzaam met het inclusie en diverse maken. We moeten niet meer op ze wachten. Het is tijd om je eigen organisaties op te zetten. Wat vind je van zo'n opmerking? Nou, daar heeft ze deels wel gelijk in. Maar veranderingsprocessen in grote instellingen gaan door de bank genomen iets langzamer. En kunnen ook slechts iets langzamer gaan, omdat die wendbaarheid toch iets anders is dan in de kleine instellingen. En het is moeilijker om een personeelsbestand van 180 mensen te gaan veranderen dan een personeelsbestand van 32 mensen. En dat zijn dingen waar je nou eenmaal mee rekening moet houden. Ik denk dat er heel veel goede wil is bij de grote instellingen en dat er heel veel besef is van de tijdsgeest en de noodzakelijkheden om iets te doen met die tijdsgeest bij de grote instellingen. Maar het is niet makkelijk. Maar we doen ons best in stedelijk. En ik denk dat wij wel behoorlijk zijn opgeschoven. Maar we moeten nog veel verder opschuiven. Dat is een keuze die jij niet hebt gemaakt, zeg maar, om je eigen instituut op te richten, maar wel bij het grote stedelijk te gaan werken. Waarom ben je voor die keuze gegaan? Nou, als ik 20 jaar jonger was geweest, dan had ik misschien een andere keuze gemaakt. Maar dat zei ik van de week nog, was dat in een interview. Kijk, ik hoor nog bij die generatie die er heel graag bij wilde horen. Hè? Dus ik heb heel erg mijn best gedaan om de juiste opleidingen te doen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus als consequentie daarvan is de logica ook dat ik op een plek eindig als het stedelijk. Ja. Wat ik heel erg waardeer en waar ik ook heel erg voor ben, zijn al de, zeg maar, mensen die 20 jaar jonger zijn, die hun eigen organisaties oprichten en die met hun eigen projecten aan de slag gaan. Dit dwingt ook organisaties als het stedelijk om sneller te veranderen of om sneller mee te gaan. Dus dan kun je 2 dingen doen. Of je gaat proberen die nieuwe organisaties te, hoe zeg je dat, assimileren. Ja? Of je gaat je ertoe verhouden in een competitive programming. Ja, dus dat je mee gaat doen in plaats van ze probeert te assimileren. Nou, en dat zijn de keuzes waar je voor staat. En ik vind het juist heel spannend dat juist al die organisaties er komen. Want dat betekent dat wij harder moeten nadenken over waar we nou mee bezig zijn. Zit er ook een gevaar aan dat het er een gesegregeerde extra. Ja, er is natuurlijk al een gesegregeerde wereld. Maar dat eigenlijk Turia Meliani dan oproemt om te segregeren. Ik weet niet of het per se segregatie is. Ik denk dat een instelling als het stedelijk, musea in het algemeen, die hebben een beetje dat, ja, de,
Waar we het niet, vaak niet genoeg over hebben, is het klasseverschil in de maatschappij. En wie vanzelfsprekend tot welke klasse berekend wordt in de algemene, in de ogen van de algemene bevolking. Ja? En voor wie ook welke instellingen bedoeld zijn aanvankelijk. Nou, een instelling als het stedelijk, dat is gewoon echt ontzettende middenklasse. Middenklasse, hoe zeg je dat? Ja, uitgangspunt en middenklasse smaak. Dat is een hele specifiek soort manier van denken. Nou, dan kun je af gaan vragen, willen wij ons in dat frame blijven bewegen of niet? Willen we ons in een ander frame bewegen? Nou, dat zijn fundamentele vragen. En daar hebben jullie waarschijnlijk al een beetje naar antwoorden gezocht? Dat duurt even. Dus nog geen antwoorden gaan we krijgen. En dan komt op een gegeven moment een best wel spannend moment. Namelijk Vincent van Velsen, die wordt aangenomen. En die heeft best wel kritiek geuit op het stedelijk. Ik wil even een stukje voorlezen uit de brief, wat niet in de documentaire zat, maar wat ik zelf wel eigenlijk een beetje het... een meest kritische stukje vond. Sommige curatoren werken er sinds de jaren 80, andere sinds enkele jaren. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de structurele uitsluiting en onderrepresentatie van kunstenaars en curatoren van kleur. En dat is dus waardoor ik kom bij de zin: de vraag is niet wie er aangenomen moet worden, maar wie er moet worden ontslagen. Dat is wel best wel heftige kritiek. En hij wordt aangenomen en eigenlijk lijkt dat best wel makkelijk te gaan, zeg maar, zonder veel weerstand. Klopt dat? Was er zo weinig weerstand? Nou, ik denk dat de weerstand niet groot was. Maar we zaten natuurlijk allemaal voor de camera, voor de draaiende camera. Dus ik denk dat dan de weerstand misschien minder geuit wordt als hij er is dan wanneer dat niet het geval is. Maar nee, grote weerstand heb ik niet gemerkt. Je zegt zelf dat het een heel spannend moment was. Het is natuurlijk veel meer spannend in beeld gebracht. Uiteindelijk, nee, ik hoewel vond eigenlijk... zeven mensen achter een Zoom-beeldje zitten, wordt het toch een spannend ding, omdat die spanning veel meer goed wordt opgebouwd. Nou, ik had juist het gevoel dat het andersom was. Dat het veel spannender was dan dat het uiteindelijk werd geportretteerd. Omdat het leek allemaal... Ik dacht, nu komt het ongemak. Maar er was helemaal geen ongemak, leek het. Er kwam op dat moment geen echt ongemak naar voren. Een collega uit iets van zette een bepaald vraagteken met het oog op mogelijk ongemak. Ik denk, alles ziet er prachtig uit en alles is ook prachtig. En toch zijn er natuurlijk ook bepaalde ongemakken. En die merk je ook pas op latere momenten. En dat heeft niet alleen te maken met ongemakken die er ontstaan wanneer Vincent na zijn kritiek bij ons in het museum wordt opgenomen. Maar dat heeft met veel mensen te maken. Dat heeft ook met de manier te maken waarop Charles in het museum is opgenomen. Heeft ook te maken met andere collega's die in het museum in de staf zijn opgenomen. En dat zijn altijd nog processen waarbij gewenningsprocessen moeten plaatsvinden. Het zijn processen waarbij mensen soms ook onbewust dingen zeggen of dingen bedoelen die misschien niet zo handig zijn om op dat moment te doen. En ik zelf maak me daar ook schuldig aan, zo doe ik het dan. En dus ook ik merk zelf ook dat ik op bepaalde momenten mezelf moet betrappen op dingen die misschien anders hadden kunnen zijn. Bij het laten landen van nieuwelingen. Dan heb ik het over nieuwelingen in zijn brede algemeenheid in een museale structuur als die van het stedelijk. Wat is dan iets wat je geleerd hebt, wat je anders had kunnen doen? Iets wat ik geleerd heb? Nou, geleerd heb heel goed om me heen te kijken. En heel goed om me heen te kijken dat diversiteit heel erg breed is. Het is nu het verhaal van Charles en mij. En dat verhaal wordt door de buitenwereld als het verhaal van stedelijk gezien. Maar wordt soms vanuit de binnenwereld van stedelijk ook wel eens gezien als een verhaal waar niet iedereen op dat moment in gelijke mate deelgenoot van is. En dat is best een ingewikkeld proces. En hoe gaan jullie daar dan mee om? Met zorgen dat het vertrouwen dan wel er is? Wat ik heel fijn vond is nadat we de film hadden gezien met collega's in het auditorium. Dat er daarna meerdere collega's bekend hebben gemaakt, in ieder geval aan mij, als zijnde divers, om dat woord te gebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die white presenting zijn, hè, dus die eruit zien als witte mensen, maar die dat niet zijn. Dus
begrijp, die kwamen naar mij toe en die zeiden van ja, ik zie er wel zo uit, maar eigenlijk zit het zo en zo en zo en zo. En zo, hoe zit het dan ongeveer? Ik bedoel, je hoeft niet te zeggen welke mensen dat zijn, maar, nee, maar dat iemand, niet helemaal dat iemand zegt van ja, mijn vader was van Cap Verde of mijn vader was van Curaçao. Of, hè, dus al die mensen komen, they're coming out of the woodwork, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik juist heel mooi, omdat wij hebben het eigenlijk in het museum, nu zijn we langzaam over aan het stappen naar het eigenlijk meer verankerd laten zijn het woord verbreding. In plaats van diversiteit en inclusiviteit. Dus een soort van breder veld, een bredere manier van kijken, een breder begrip van wat nou eigenlijk van wie we denken dat we zijn. Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over diversiteit? Ik weet niet of ze het zo zegt. We hebben het dan over mensen die uit gebieden komen waar wij een koloniale relatie mee hebben. Moeten we daar meer, moeten we dat juist meer binnenhouden? Zeg maar, ik bedoel, het is wel een museum in Amsterdam. Gaat het zeg maar over, dat zijn vast ja, vragen die jullie gesteld hebben. Zeg maar, gaat het over de hele wereld moderne kunst? Of is het zeg maar kunst waar we in Nederland ons op een bepaalde manier toe verhouden? Ik kan het misschien een beetje licht toelichten in de onderzoekslijnen zoals die nu eigenlijk liggen. Omdat we eigenlijk niet meer naar regio's willen kijken, maar eigenlijk naar de relaties die we hebben met de wereld. Vanuit een Nederland of vanuit een Europees perspectief. Dus dan hebben we in ieder geval vanuit Nederland onze koloniale banden. Dat wil zeggen Suriname, de Antillen, Zuid-Afrika, Indonesië. Ja, waar we ons expliciet toe verhouden, omdat dat allemaal heel expliciet deel uitmaakt van onze samenleving. Dan hebben we het ook over, over Europa als geheel. En dat we erachter komen dat de grens van Europa toch iets verder ligt dan dat dat in de algemene verbeelding is. Dus dat wil zeggen dat we echt expliciet naar het oosten gaan tot aan Centraal-Azië toe. Hè? Omdat dat een direct effect heeft op wie we zijn en wie we denken dat we zijn. En hoe wij ons ook zullen ontwikkelen in de komende 20, 30 jaar. En dan als derde nog hele grote en belangrijke lijn is natuurlijk de arbeidsmigratie. En dat wil zeggen dat we mensen met Turkse, Marokkaanse achtergrond, mindermate Italiaanse, Spaanse achtergrond, dat we daar eigenlijk geen aandacht aan hebben besteed in de manier waarop dat onze cultuur en wie we denken dat we zijn vandaag heeft gevormd. Er zijn hele grote issues als je het hebt over verbreding. En dan hebben we het over een 20e eeuwse collectie. Die is wat het is. Weet je wel, het is hoogmodernisme, het is echt fantastisch. Wij hebben niet de tijd, nog de middelen om die collectie te, hoe zeg je dat, uitbalanceren. Dus ik denk dat we terecht wel dingen kunnen verwerven. Hè? En ook bijvoorbeeld dingen uit Suriname kunnen verwerven. Om aan te vullen. Maar wij krijgen dat nooit meer uitgebalanceerd. En ik meen dat we hebben een niet zo hele harde, maar een soort van ja, losse gedachte van na een bepaalde periode, beginnend ergens deze eeuw, kunnen we wel kijken van oké, okay, wat hebben we in de collectie eigenlijk? Nou ja, zeg, laat het op 2000 zetten of 89, maakt niet uit. Wat hebben we wel in de collectie en wat kunnen we daar betekenen? Nou, en dan kun je dus op een andere manier gaan nadenken over hoe er verworven wordt, op welke gronden er verworven wordt en waarom er verworven wordt. En dat is dat. Kijk, Rijn is eindverantwoordelijk. En uiteindelijk is het zijn taak. En het is aan ons als medewerkers en collega's om mee te helpen denken aan wat nou eigenlijk de grenzen zijn van waar we, wat we doen. Nou, en wat heel aardig is, als we het hebben over het quotum wat genoemd wordt in de film, dan zie je dat we dat intern ruimschoots gehaald hebben. Ja? Als we het hebben over vrouwelijke aankopen, toch, Rijn? Ja, toch? Nou, met name als we het hebben. Ja, er ja. Lopen wat dingen door elkaar heen. Ja, er lopen, ja. wat dingen door elkaar heen. Ja. Maar wat dan? We hebben bij aankoop van werk van vrouwelijke makers geen quotum gesteld. Maar daar zitten we ook duidelijk de laatste jaren boven de 50%. Ja, nou, en wat mijn persoonlijke is opgevallen dan, is dat je ziet dat voor mannelijke werken, werken die door mannen gemaakt worden, meer betaald wordt dan werken die voor vrouwen betaald worden. Nou, en dat roept een nieuwe vraag op. Van, betekent dat zij te weinig vragen of dat wij te weinig betalen? Nou, en dat is iets wat we misschien niet onder onder de periode van Rijn kunnen oplossen, maar die vraag ligt wel op tafel nu. En dit is dus
wat ik wil aangeven, dat we als een lerende onderzoeksorganisatie, zeg maar, vooruit proberen te komen om al deze ingewikkelde issues te tackelen. Of op een termijn, je moet denken in 10 jaar tijd, 20 jaar tijd. Wij kunnen alleen maar een soort van basis neerleggen waarmee een volgende door kan. Oké, een warm applaus voor Rijn Wolfs en Charles Landvreugd. En voor Sarah Vos voor het maken van deze film.